Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Een pak bewolking ligt er vanochtend over Nederland. Lokaal komen eerst nog wel wat opklaringen voor. Maar al snel wordt het overal opnieuw bewolkt en gaat het vooral in het zuidoosten en oosten enige tijd regenen. Bij een hele felle bui is in het zuidoosten ook kans op een enkele klap onweer. De wind begint aan te trekken en neemt in de ochtend aan zee al toe naar vrij krachtige windkracht 5. Vanmiddag schuift de meeste regen naar Duitsland weg... En gaat het uiteindelijk vanuit het westen op steeds meer plaatsen opklaren? De temperatuur is wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar, want niet heel, het wordt niet heel veel warmer dan ongeveer 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen, met vooral in de kustprovincies nog enkele buien, waarbij ook vannacht kans op een enkele klap onweer is. Morgen is dan een best aardige dag tussen de buien door. Er staat wel een stevige westenwind, matig tot aan zeekrachtig. Opnieuw niet veel warmer dan 18 tot 20 graden. Er vallen een aantal buien, maar tussen de buien door schijnt de zon dus flink ook zondag en zelfde weerbeeld minder buien dan op zaterdag en uiteindelijk in de loop van de middag zelfs overal droog. Na het weekend dan blijft het op de meeste plaatsen droog en gaat de temperatuur een stukje omhoog met dinsdag in het zuiden mogelijk zomerse warmte.